Hallo kijkers van IT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Present Architect. De vorige week zijn we hier gebleven waarbij we volgens mij dit gebiedje een beetje erbij hebben gebouwd met een aantal klaslokalen. En volgens mij ook nog een vrijlatingsruimte, ik weet niet heel erg zeker, maar volgens mij wel. Dus nu gaan we even zien wat we gaan doen. We moeten in ieder geval, 10 gevangenen laten slagen voor het basisonderwijs, dus die komt er nog wel aan. Dus we kunnen nog een andere subsidie regelen. En eens even zien. Ik denk dat we voor deze gaan. Want dan hebben we tenminste beschermende kleding, tasers, monitor voor bewakingscamera. En in je gele gevangenis de andere camera's. Dat zal nog wel even irritant worden, maar hey. In ieder geval ga ik alvast een paar ruimtetjes maken. Nou ja, ruimtetjes. Dat doet op zich niet. Oké. We gaan in ieder geval een ruimte voor de beveiliging maken. Dat is sowieso het ding wat ik graag wil. Alleen hebben we niet echt veel ruimte. Dus ik denk dat we eerst even dit gebied moeten uitbreiden. En hoeveel heb ik daarvoor nodig? 45.000. Oké, dan ga ik dat wel eerst even verwachten. En als we toevallig nog tijd hebben, dan kunnen we hierna nog wel eventjes een cellenblokje erbij bouwen of zo. Iets in de richting. Of we moeten deze uitbreiden. Of, ja, aan deze kant. Dat kan natuurlijk ook. Dat zal wel wat gunstiger zijn, denk ik. Als we op dit punt kunnen we dan ook nog cellenblokken bouwen. Dat lijkt me wel een verstandig idee. Laat ik dat gewoon doen. Ik denk niet dat er zoveel nodig zijn. We kunnen binnenkort ook nog wel even een werkplaats maken, dus dat zal handig zijn. Uitrusting taser. Op een of andere manier hebben we wel meer inkomsten erbij, dus op zich. Of ik maak eerst gewoon de ruimte voor de beveiliging gewoon hier, naast de personeelskamer. Ja, laat ik dat gewoon doen. 13x13 lijkt me wel prima. Misschien kan ik beter. Oh, foto. Misschien kan ik beter de luchtplaats een beetje gaan uitbreiden. Dat niet alleen dit gebied. Of dat dit gebied er ook nog bij hoort. Dat ik deze hekken dan gewoon weghaal. Dan ga ik ook even deze deur alvast even ommantelen. Even deze muur slopen. Ja, vanwege het feit dat we nu ook een grotere hoeveelheid gevangenen hebben, is het ook wel fijn dat we dan ook nog even wat meer ruimte hebben in de luchtplaats. Ik denk dat ik eventjes een. Ja, ik ga sowieso een nieuwe kastcentrale alleen voor de beveiliging eventjes maken. Die kunnen we altijd nog ergens anders voor ook aansluiten. Dit is ook wel hard nodig. Zo. Kamer, beveiliging. Bureau, stoel, archiefkast. Eigenlijk in een soort kantoor, maar dan op een grotere schaal.
is een soort van religieuze evangelist geworden en bekeert anderen tot zijn gedachtegoed. In problemen, morgen. Aha. Dus je wil dat ik een kapel ga maken? Dat kan. Dat is nog een keer mogelijk. Dat ga ik doen. Monitor de bewakingcamera. En dat betekent dat ik overal even een bewakingscameraatje neer moet zetten. Dus ik er gewoon eentje hier neer. Want dan kan hij deze kant ook op kijken. En natuurlijk nog hierin, mocht daar iets gebeuren. Hier. Hier. Hier toch wel nog eentje. Ziekenboek, de isoleercel. Nou ja, groepsruimte hoeft dan niet. Mortuarium lijkt me ook niet echt handig. Bij de bezoekersruimte lijkt me wel eentje handig. Drie bij de gevangenissen. Eentje hier. Oeps. Ik heb hem verkeerd omgeplaatst. Hey, ontsnapping. Hoe? Een tunnel. God damn it. Volgens mij is dat vanaf deze. Het is gewoon. Ja. Dat is een probleem. Precies. Gewoon een tunnel door de meest makkelijkste gebied ooit. Drie daar ook nog. Eentje stuk hier nog wel even bij. Voor de zekerheid maak ik er ook nog eentje bij hier. Ja, ik denk dat dat wel goed is. Ik zal alleen nog even aan te sluiten, dus verbinden. Daar naartoe. Hoppakee, dan hebben we dat ook gedaan. Hebben ze gewoon overal een beetje nog. Overal eventjes een cameraatje. Celblok C. Die moet ik kunnen doen. Nu ik deze ook kan inkopen. Ik kan alleen nog even een beetje blauw drukker maken. Dat is dus 4x5. Dat is zo'n celletje. Is niet zo. Dit gaat nog wel heel wat geld kosten, maar het is wel handig om te hebben. Waarom staat hij ze niet zo snel? Oké, dan teken ik dit gewoon eventjes mooi. Ik wil ook even kijken of de gevangenen toevallig genoeg te eten krijgen. Want anders moet ik daar ook nog eventjes een beetje de problemen van gaan bekijken waar het daar ligt. Waarschijnlijk omdat ik niet zoveel fornuizen heb en alles.
Nou ja, deze die kan ik zo dan gewoon mooi klonen, dus dat scheelt. Oké, even kijken. Wat is dat alweer? Oh ja, de behoefte. Wat staat hier alweer? Behoefte. Eten. Dat is al heel hoog, ja. Ik maak nog maar even een aantal fornuizen. En nog een aantal koelkastjes erbij. Toch bezig ben. Ik hoop dat onze kastcentrale dit aan kan. Hoop ik. Zo niet, dan moet ik een andere oplossing vinden. En die is niet echt makkelijk op het moment. Nou ja, nu zie je niet. Als ik deze gewoon hier weghaal, dat betekent ook dat die leidingen van de water ook weg worden gehaald. Ja, dat dacht ik al. Oh ja, ze hebben natuurlijk ook geen stroom. Of die kabels hebben ook geen water en alles meer. Oké, dan wil ik dat deze. Waarom wil ik niet? Waar kan ik hierheen? Het is de luchtplaats. Ik kan hier niks op bouwen. Ook dat nog niet. Ook dat nog. Veer? Oké, dat is ook nog een groot probleem, ja. Let maar op, dan gaan ze ook nog weer wat. Dat is wel een hele grote tunnel. What the fuck? Helemaal hierheen? Dat daar? Dan zus? Dan zo? Holy pindakaas. Laat ik maar eens even een grondig onderzoek gaan doen. In ieder geval moeten ze wel nu veel meer eten aankunnen, laat ik maar zeggen.
Wat is nog geplaatst? Bewusteloos. Jezus. Het is wel heel erg bewusteloos, ja. Misschien als ik genoeg geld heb, ga ik de volgende aflevering waarschijnlijk een hele veilige omheining om onze gevangenis heen bouwen. Maar voor de zekerheid 200 per vierkante meter. Ga ik gewoon alvast een beetje beginnen met. Nou, niet genoeg geld. God damn it. Ja, dat gaat er wel heel wat kosten. Maar in ieder geval, ik begin er alvast een klein beetje aan. Gewoon een beetje langs de gevangenis heen. Het zal wel goed moeten komen, denk ik. Het zou fijn zijn als die bouwvakjes even alles. Alle stroomdingen aanleggen, maar dat doen ze niet. We gaan even andere dingen doen. Control, klik, klik, klik. Control, klik, klik, klik. Zij. Oh, die. Het water is er al. Oké. Top, daar heb ik niks gezegd. Oké, dan komen we binnenkort wel weer gevangen aan. Dat is wel mooi. Kan ik toevallig nog een subsidie aan, aanvragen? Nou, dat kan. Ja, dan doe ik deze wel. We kunnen in ieder geval vast de fundering neerleggen. Denk ik. Yep, dat kan. Oh, vanwege dat die bewakers allemaal bezig waren, kan dat natuurlijk niet. Slim. Oké, we hebben ook een deurservice nodig. Vanwege dat die bewakers alles weer moeten doen. Zal ik even een rolcall doen? Ja, waarom niet? Eens kijken of elke gevangene er is. Dat is er toevallig geen. Dat snap ik zo zijn. Oké, gaan we weer slapen. Jeuk aan mijn ogen. Zo. Oké, metaaldetectors ga ik ook nog even neerplempen. Oké, dat moet hij nog wel aan kunnen, denk ik. Dan ga ik nog even met de clone tool. Zo klonen.
Dan doe ik dit gewoon lekker zo. Onvoldoende geld. God damn it. Net niet genoeg geld. God damn it. Oké, dit is wel eigenlijk wel een beetje overdreven. Laat ik toch gewoon 9 minder maken. Onvoldoende money. Oké, dat redt hij net. Dus als we toevallig nog een keer een prison cell willen neerplempen, dan... Oh god, jezus. Oh, dank je. Oké, de waterlijnen die kan ik nog wel gewoon even plaatsen, denk ik. Ja, die kost het toch maar 2 euro per stuk. Dus dat moet geen zorgen opleveren. Oké, dan heb ik in ieder geval al de dingen gedaan. Hier gaan we wel. Oh, wacht. Moment, die ga ik ook nog even aansluiten. Dat ik die natuurlijk er ook bij heb gemaakt. Handig, verstandig en alles bij elkaar. Wat ik ook leuk vond, geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.